De master Militaire Geschiedenis kun je eigenlijk alleen maar aan de Universiteit van Amsterdam volgen. Het is een programma dat uniek is in Nederland. Het is een programma dat gaat over de geschiedenis van oorlog, de geschiedenis van georganiseerd geweld en de impact die dat heeft op samenlevingen, wanneer dan ook, in de geschiedenis. Als je daarin geïnteresseerd bent, ja, dan moet je gewoon naar ons toe. Militaire geschiedenis is uniek, niet alleen vanwege het aandachtsgebied, maar ook vanwege de brede blik die we je willen aanbieden op dat ontzettend interessante en super relevante vakgebied. Wij bieden je niet zozeer de sleutel aan tot wat militaire geschiedenis is, maar we dagen je uit om daar zelf een weg in te vinden en ook continu te kijken, wat doe ik, wat doen anderen en hoe kunnen wij ons met elkaar vergelijken en samen dat brede en gevarieerde vakgebied verder vormgeven. Ik heb voor deze master gekozen omdat ik altijd al wist, ook tijdens mijn bachelor, dat ik graag met militaire geschiedenis bezig was. Ik merkte dat je in de media of in geschiedschrijving, bijvoorbeeld op de middelbare school, dat je vooral over oorlog en conflict eigenlijk nooit echt het hele verhaal meekreeg. En dat er altijd heel veel dingen werden weggelaten. En ik wilde eigenlijk graag in mijn studie naar die kern toe. Van wat gebeurt er nou echt in zo'n conflict? En daarom heb ik voor deze master gekozen om daar al mijn aandacht op te kunnen richten. Militaire geschiedenis kun je in voltijd volgen, dan doe je er 1 jaar over, maar je kan het ook in deeltijd volgen en dan doe je er 2 jaar over. En het is dan goed om te weten dat je als deeltijdstudent in principe dezelfde vakken volgt als de voltijdstudent, alleen die vakken volg je in 2 jaar in plaats van in 1 jaar. De master bestaat in het eerste semester uit een kernvak dat je volgt en parallel eraan een themavak. Het kernvak, daarin bespreken we de brede meteorologische en theoretische grondslagen van de militaire geschiedenis. En bij het themavak gaan we meteen aan de hand van een heel specifiek onderwerp de diepte in. In het tweede semester kun je allerlei interessante keuzevakken volgen, maar je kunt ook stage lopen. We hebben als master militaire geschiedenis ontzettend goede contacten met allerlei aanbieders van stages, variërend van het ministerie van Defensie tot musea, tot allerlei bedrijven. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om ook in de praktijk te kijken wat jij als militair historicus de samenleving te bieden hebt. Ja, hetgeen wat me tot nu toe het meest is bijgebleven aan deze opleiding is hoe veelzijdig de benaderingen zijn. Dus je krijgt de indruk bij militaire geschiedenis misschien dat het heel droog is en heel veel over veldslagen gaat. Maar het gaat ook juist heel erg over de connectie met de krijgsmacht en conflict en de maatschappij. Dus dat zijn wel nieuwe perspectieven die me bijgebleven zijn. Ja, je zou misschien het stereotype beeld hebben dat er alleen maar mannen zitten en dan mannen met een historische interesse, maar de groep is in de praktijk eigenlijk heel erg divers. Er zijn heel veel mannen, maar ook heel veel vrouwen, historici, maar ook sociale wetenschappen en mensen die een achtergrond hebben in de krijgsmacht. Dus die diversiteit van die groep die zorgt er ook echt voor dat je veel van elkaar kan leren. Militaire historici hebben eigenlijk al meteen 2 strepen voor op de arbeidsmarkt. Allereerst ben je natuurlijk een historicus met een ME-diploma. En dat betekent dat je grote hoeveelheden data kan analyseren en daar aantrekkelijk verslag van kan doen in woord en in geschrift. En daarnaast heb je bezig gehouden met een uiterst relevant vakgebied, namelijk zaken rondom oorlog, conflict en veiligheid. En die combinatie van eigenschappen, daar is in de samenleving ontzettend veel vraag naar. Nou, onze oud-studenten komen dan ook overal terecht. Ze komen terecht bij ministeries, ze komen terecht bij grote bedrijven. We zien ze terug bij musea, we zien ze terug in onderzoeksinstellingen, we zien ze terug op middelbare scholen, in de pers, bij grote NGO's, echt overal waar die combinatie van eigenschappen heel erg gewaardeerd wordt.